Welkom. Hier, ik heb hier de twee dikke delen van, ja, misschien wel een van de indrukwekkendste boeken over de Nederlandse taal die er dit jaar verschenen zijn. Een heuse, het is nog niet eens een encyclopedie, want het is een lopend verhaal, maar een overzicht over de geschiedenis van het Nederlands zoals die nog niet eerder bestond. Ik denk vooral, ja, het is omdat ik zo veelomvattend is. Studies over het Nederlands gaan, over de geschiedenis van het Nederlands gaan toch vaak over een bepaalde periode. Maar vooral ook omdat hij zo breed omvattend is. Omdat hij zowel ingaat op, ja, hoe is die taal nu zelf veranderd in de loop van de tijd? Wat voor ontwikkelingen vinden we in de manier waarop woorden zijn gevormd, de uitspraak, de grammatica enzovoort. Maar ook in de manier waarop mensen zijn omgegaan met die taal. En misschien nog wel het meest bijzondere is dat er ook steeds, voor zover aanwezig, er teksten worden gegeven van die taal. Auteur van deze grote geschiedenis van de Nederlandse taal is Jelle Stegeman. Hoogleraar, emeritus hoogleraar in Zürich. Ook in Leiden gewerkt. Hij spreekt nu tot ons vanuit zijn huis in Amsterdam. Welkom en gefeliciteerd met dit magnum opus. Dat mogen we denk ik toch wel zeggen. Dank je wel. Ja, wat is de geschiedenis van deze geschiedenis? Nou ja, dat is eigenlijk mijn leven. Ik ben op mijn 17e Nederlands gaan studeren. En daarna nog Duits taal en letterkunde in Zürich. En ik ben wel gefascineerd door taal en vooral door de Nederlandse taal en taalcultuur. En ik heb natuurlijk in de loop van de jaren er altijd weer college over gegeven. Ik heb voor een Duits publiek ook een handboek Nederlands geschreven. En dat is dan weer de basis van dit Nederlandse boek. Ja. En waarom was het nodig om zo'n boek te maken volgens jou? Ja, nou ja, voor Duitse lezers is dat denk ik wel meteen duidelijk. Er stond alleen een publicatie uit de jaren 90 die vrij beperkt was. En je moet er toch aan denken dat het Nederlands de op twee na grootste Germaanse taal is. En je hebt een 80 miljoen Duitse, potentiële Duitse lezers. Ik weet niet hoeveel ervan geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal. Maar in ieder geval voor je vakgenoten en voor de studenten in het Duits taalgebied was zo'n werk denk ik echt wel nodig. En je mag niet vergeten dat er grote lectoraten en docentschappen in Duits taalgebied zijn. Er zijn waarschijnlijk veel meer studenten Nederlands in het Duits taalgebied dan in Nederland en België samen. En ja, de noodzaak voor een Nederlands boek over de Nederlandse taal, daarvan kun je zeggen dat het laatste grote handboek in, ik dacht 97, is verschenen. Dat is bijna 25 jaar. En de wetenschap heeft niet stilgestaan. Dus het was wel tijd om te kijken wat de stand van de wetenschap was. En hoe je dat weer kon samenvatten en kon presenteren. Ja, terwijl ik het las, dacht ik ook, het is toch eigenlijk opvallend hoe weinig hiervan bekend is bij het Nederlandse publiek. Hoe weinig Nederlanders en ik denk ook Vlamingen, dus Nederlandstaligen weten van de geschiedenis van die taal. Is dat eigenlijk bijvoorbeeld in het Duitse taalgebied anders? Ja, ik zeg nu iets gevoelsmatig, maar in de loop van zoveel jaar dat ik in het Duitse taalgebied college heb gegeven, merkte ik continu een enthousiasme voor de Nederlandse cultuur, maar vooral ook voor de Nederlandse taal. En dat heeft me eigenlijk voortdurend verbaasd. En van collega's in Berlijn, in Oldenburg en waar dan ook, in Wenen hoor je precies hetzelfde. En wij denken als Nederlanders in het buitenland dat Rembrandt en de schilderkunst en de Renaissance, dat die in het buitenland de aandacht trekken. Maar het is ook onze cultuur, onze taalcultuur en de taal die blijkbaar ja, heel veel belangstelling opwekken. Ja, ja. Ja, en ja, nou ja, nogmaals, het valt mij dus eigenlijk op
hoe vaak, dus toen ik daarover nadacht, dus wordt hier nou op scholen bijvoorbeeld aandacht aan besteed? En dat is natuurlijk eigenlijk bijna niet zo, hè? Dat is nooit zo geweest. In de middelbare schooltijd kreeg je wel toen nog uitvoerig Nederlandse letterkunde. Vanaf de vierde klas, geloof ik. En dan had je echt nog de hoofdstuk voor hoofdstuk enzovoort. Maar geschiedenis van het Nederlands kreeg je niet. Nee, het is heel interessant. Dus daar gaan wij nu wat aan doen. Dus we gaan nu die hele geschiedenis gaan we eens even doorwerken, dacht ik. Het zijn dus twee dikke delen. De structuur is natuurlijk chronologisch. En laten we beginnen bij het begin. Laten we beginnen, en dat is dan hoofdstuk 2. Dat gaat eigenlijk over de... waar komt dat Nederlands nu eigenlijk van? Waar komt dat Nederlands nu eigenlijk vandaan? Hè? Dus wat was het Nederlands voordat je echt nog kon zeggen dat het Nederlands was? Wat was dat Nederlands voordat je kon zeggen? Dat is natuurlijk zeer complex, maar je kunt zeggen dat er een grote hoeveelheid West-Germaanse, we noemen dat dan dialecten, daar kun je wel vraagteken bij zetten, maar op het continent aanwezig waren. Natuurlijk ook aan de overkant in Engeland, maar je hebt het dan over het continentaal West-Germaans. En daaruit kwamen de moderne talen voort in de loop van het eerste millennium. Het is niet helemaal duidelijk wanneer. Voor het gotische nemen we aan dat het lang voor de vierde eeuw geweest moet zijn. Want die Bijbel, voordat je een Bijbel in het gotisch kunt publiceren, moet men die taal natuurlijk al gebruikt hebben. Je gebruikt een taal eerst mondeling voordat je überhaupt dat schriftelijk gaat doen. En de andere talen, zoals laten we zeggen het Duits, het Engels, het Nederlands, moeten zo in het midden van die eeuw langzamerhand zijn ontstaan. Het zijn varianten van West-Germaanse taalvormen die langzamerhand een eigen identiteit kregen, een eigen schrijfcultuur kregen. Hè? Dat zie je in het Nederlands met die Wachtendonkse psalmen. Dus monniken in Egmond vonden het waarschijnlijk rond 800 of zo, al nodig om Hoogduitse teksten te vertalen in hun taalvariëteit. En als je dat nodig vindt, moet die andere taal dan al zo vreemd zijn dat het niet een soort een buurman is van jouw taal, maar dat al als een vreemde taal wordt ervaren. Dus dat is een hele belangrijke indicatie, het vertaalwerk, dat er een eigen taal aan het ontstaan was. Ja, je springt nu wel eigenlijk vrij snel naar die Wachtendonkse psalmen. Ik wilde, eerst nog wel wat vragen over die tijd daarvoor. Dus dat het echt nog om. Dus de Wachtendonkse psalmen, daarvan kun je zeggen, dat is dus een psalmvertaling. Die je kunt herkennen als, misschien nog niet eens zozeer als Nederlands, maar wel als duidelijk een variëteit van dat Germaans, die grote groep talen die hier in de buurt gesproken moet zijn. Maar daarvoor, de echte prehistorie, de niet gedocumenteerde prehistorie, daar weten we natuurlijk ook wel het een en ander van. Kijk, een van de dingen die ik daar super interessant aan vind, is dat je kunt zeggen, zoals jij nu zegt, het Nederlands is een van die Germaanse talen. Maar het is natuurlijk ook heel interessant dat het tegelijkertijd als Germaanse taal die hier kwam, ook al een migrantentaal was en meteen in botsing kwam en in contact kwam met allerlei andere talen die hier gesproken werden, die het natuurlijk ook hebben gekleurd. Dus ja, het is weliswaar. Het gaat om West-Neder-Frankisch natuurlijk en met Saksische invloed, maar we hebben ook te maken met een andere vorm van het Germaans, het Ingveoons, het Noordzee-Germaans of het Kust-Germaans, met specifieke eigenschappen die ook het Engels kleuren en het Fries kleuren. Om even concreet te worden, je hebt een meervoudsuitgang met S. Die komt meer naar het oosten op het continent dan nog niet voor. En dat betekent dus dat je dan eigenlijk al taalculturen hebt hier langs de kust die met elkaar
ja, in botsing komen. Of nou, in botsing is niet de goede uitdrukking, maar vermengd worden. In contact komen. En dat is historisch misschien te begrijpen, dat weet ik niet zeker. Omdat je dan zit aan de rand van het Rijk van Karel de Grote. En dus in de periferie, waar zulke varianten misschien meer kans hadden om zich uit te breiden. En je krijgt die eerste vormen, die breiden zich uit vanaf de kust echt, hè, van Vlaanderen, van misschien van Duinkerken tot aan de Friese kust, van west naar oost. Dus dat zijn bewegingen die Goossens goed heeft beschreven. En waarin je dan kenmerken tegenkomt die nu voor het Nederlands essentieel zijn. En hoe komt het dat die dingen zich van west naar oost bewegen in plaats van andersom, zal ik maar zeggen? Is dat, want meestal denk je dan dat komt omdat het westen was belangrijker, op de een of andere manier, was cultureel belangrijker, was prestigieuzer. Was dat in die tijd ook al zo? Dus het is nu zo in zekere zin, maar... Dat is vrij moeilijk te zeggen, want je hebt natuurlijk een hele andere beweging van het Hoogduits. Dat komt vanuit het zuiden, zeg maar uit het Alpengebied, het Helvetische gebied, gaat dat naar het noorden. En dat is dus een zelfstandige ontwikkeling voor het Duits later. En hier kun je zeggen, het heeft misschien ook met de christening te maken. Dat komt, die komt ook vanuit het westen voor een deel, vanuit Ierland en vanaf Engeland. En misschien heeft dat invloed gehad, dat durf ik niet zeker te zeggen. Dus dat degene die hier kwamen om mensen te bekeren, die spraken eigenlijk een soort van, het Germaans dat zij spraken, het voor-Oud-Engels, ja. En dat heeft de mensen hier beïnvloed. Dat is ook wel een grappig idee. Ja, ik denk dat ze ook makkelijk in Friesland te verstaan waren. Als ze uit Engeland of uit Ierland kwamen. Dat zit natuurlijk tegen elkaar aan. Dus enzovoort. Dus misschien is dat een verklaring dat je die beweging van west naar oost hebt. Maar dat durf ik niet zeker te zeggen. Ja, dat is natuurlijk een grappige gedachte in het kader van de huidige discussies over de invloed van het Engels op het Nederlands, zal ik maar zeggen. Ja. Dus het is al 1500 jaar aan de gang, deze invloed op een bepaalde manier. Waarbij je invloed van het Engels, denk ik, behoorlijk moet relativeren, want het gaat vooral om het lexicon en vooral om woorden. Maar het gaat eigenlijk niet om de taalstructuur uitdrukking. Je bedoelt op dit moment. Ja. Uitdrukking als ik zie je, I see you, daar kun je van zeggen dat is dan een structuur die we hebben overgenomen uit het Engels. Maar over het algemeen gaat het vooral om woorden, denk ik. Ja, nee, zeker. Maar dus er is wel eens diepgaandere invloed geweest, zou je dan eigenlijk kunnen zeggen. In dat verleden. Nou goed, dus we hebben deze. Op een of andere manier deze. Ik wil nog zeggen, misschien ook in die zin. Hebben alle vogelen, nestas agunen, inasa, ik en de toe. Er wordt zelfs over gespeculeerd, zoals je weet, hè, dat het Oud-Engels zou zijn. De geleerden zijn het er niet helemaal over eens. Ik durf er geen uitspraak over te doen, maar dat zit er ook tegenaan. En er wordt zelfs gesproken van een expat die in Engeland zat en daar een soort mengelmoesje van maakte van zijn Vlaams of wat het geweest is. En de lokale taal waar hij toen zich van bediende. Maar dat is allemaal speculatie. Maar het is speculatie, maar het is natuurlijk in ieder geval niet voor niks dat die speculatie een bepaalde kant op gaat. Ja, en daar heb je ook die S van vogels, hè? Nestas bedoel ik. Nestas, sorry. Okay. Vogelaar is het juist niet. Dus dat is waar. En dan op een bepaald moment, dus voordat je kunt zeggen dat er überhaupt Nederlands, sprake is van Nederlands, moet je natuurlijk een soort van staatvorming krijgen waar je nog lang niet aan toe bent. Maar, zoals je daarnet zei, zo'n tekst als de Wachtendonkse Psalmen laat in ieder geval zien dat de psalmen werden vertaald in ergens in.
Ja. En dat betekende dat men in de eerste plaats dat daar kennelijk behoefte aan was, aan een volkstalige versie daarvan. En in de tweede plaats dat die volkstalige versies die er waarschijnlijk al elders waren, ook niet voldeden. Dus dat men het gevoel begon te krijgen, wij hebben onze eigen specifieke vertaling nodig. Ja, maar je moet je dan ook afvragen wat de functie geweest is. Vermoedelijk was het een hulp bij het lezen. Had het ook de bedoeling om mensen te helpen bij het leren van het Latijn. Maar dan werden ze dus ondersteund in hun moedertaal. En dat is dus een indicatie dat, zoals dat opgeschreven werd, dat die moedertaal blijkbaar al zo aanwezig was dat je een redelijke schrijftaal kon gebruiken. En er is ook alle reden om aan te nemen dat de monniken in die taal met elkaar praten. Zeker niet in het Latijn. Hoe zou je dat doen? Er is geen enkele reden toe. En ik heb in mijn boek ook een voorbeeld genoemd van kloosterlingen in het Duits taalgebied. Hmm. Die in het Duits met elkaar praten. En waarschijnlijk, dat wordt er niet bij gezegd, maar op een gegeven moment zeggen ze, laten we maar in het Latijn overgaan, want anders worden we afgeluisterd. Dus dat is een teken dat monniken, lang niet ieder monnik beheerste Latijn, het was voor hun een moeilijke taal. En het is zeker niet zo dat zij in de kloosters alleen maar Latijn spraken. Dus daarom zal het een hulp geweest zijn bij het lezen van de psalmen. Dan moet je ook nog bij bedenken dat die psalmen dagelijks werden gelezen of gezongen. En ze moesten binnen een week, geloof ik, alle 150 doorgewerkt hebben. Dus die psalmen, die waren heel belangrijk voor het geestelijk leven van die mensen. En vandaar, denk ik, een hulp in de moedertaal met die vertalingen. En ook om het Latijn beter te begrijpen. Ja, dus om te weten wat je eigenlijk zong. Ja. Zou je een stukje kunnen laten horen van zo'n Wachtendonkse psalm. Dus je hebt in je boek, neem je nummer 68. Het staat op pagina 162 van je boek. Eén moment. 162. Ja, ik begin maar meteen maar met de eerste regel. Behal dan mi duo God, wanda in geen gon wat hier untes te zee, long minro. Dus behouden mij door God, verlos mij, o God. Wanda, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. En misschien de tweede nog. Ja. Gestekend bin ik aan lijmo diupi. Dus gestekend. Gestoken, gezonken. Ik ben gezonken in de grondeloze modder. Dus dat is echt een noodkreet van een psalmist die uitlegt hoe het beroerd met hem gaat in het oud-Nederlands. Ja, ja. Heel fraai. En het is, er valt natuurlijk van alles over te zeggen. Een van de dingen die mij opvalt is dat woord want. Wat een heel erg Nederlands, wat een heel erg Nederlands woord is, hè, wat je niet in andere Germaanse talen op die manier tegenkomt, maar wat al hier al wel Wanda is. Met een volle vokaal aan het eind. Hè? En, maar dus inderdaad niet Want is, maar Wanda. Ja. Dus wat illustreert hoeveel, ja, de tand des tijds. Dus dat is natuurlijk een van de interessante dingen aan taalgeschiedenis, is dat je echt het. Zeker in de Germaanse talen, dat je echt de tand destijds kunt horen. In die zin dat woorden echt duidelijk slijten. Dat volle klinkers tot worden en dan uiteindelijk zelfs helemaal wegvallen. Dat woorden van vier lettergrepen gaan er echt steeds minder lettergrepen tellen en dan heel kort worden. En, slijtageslag. Ja, ja. En in zekere zin dus een heleboel van die slijtage was er hier nog niet gebeurd. Nee. Waarom slijten die talen eigenlijk zo, denk jij? Nou, ja, men zegt vanwege het Germaanse beginaccent. Dus op een gegeven moment verschuift het accent van de woorden naar voren.
en krijgt het slot van het woord minder aandacht, dan wordt het slordig uitgesproken. En juist aan het eind van het woord zit alle grammaticale informatie, dus die verdwijnt er langzamerhand. Maar ja, dan kun je weer zeggen, waarom gaat het accent naar voren? En zo blijf je bezig. Het blijft een beetje speculeren. Ja. Ja. Ja, en het is, maar, en het is, kijk, het is natuurlijk ook kennelijk iets van, nou ja, wat in heel veel en misschien wel in alle talen op een bepaalde manier gebeurt, al is het in het Nederlands misschien vrij extreem gebeurd altijd. Ja. En dus ook in, ook in dit stadium, dat nog oud-Nederlands heet. Misschien moeten we dat ook nog even uitleggen. Alle talen weet ik niet. Ik was net toevallig in Litouwen. Ik heb absoluut geen verstand van die taal. Maar als je zag in de restaurants en de menukaart enzovoort, overal vocalen aan het eind van ieder woord. Dat was echt, ook als je hoorde wat die mensen tegen elkaar zeiden. Ik begreep er natuurlijk niks van. Maar daar was het, en in het IJslands ook, dan heb je daar niet mee te maken met zo'n slijtage. Maar het geldt natuurlijk wel voor het Engels, het Nederlands, het Duits. En dan, zoals je weet, neemt het Nederlands een tussenpositie. Hè? Dat je in het Duits nog veel meer uitgangen hebt, in het Nederlands minder. En het Engels nog minder, of helemaal. Ja, ja, dit is, we hebben het dus nu over dat oud-Nederlands. Dat, kun je dat een beetje afbakenen? Wat betekent oud-Nederlands in de tijd? En waarom maken we deze afbakening precies? Ja, het heeft natuurlijk te maken met, vooral met dit verschijnsel, hè? Het afsluiten van uitgangen. Je kunt als voorbeeld nemen, badi, bedde, bed. En dan zou badi, met nog de i aan het eind, typerend zijn voor het oud-Nederlands. Bedde, met nog een e, een schwa, voor het middeleeuws Nederlands. En bed, voor het moderne Nieuw-Nederlands vanaf 1600. En als je op dat soort verschijnselen let, het gaat dan vooral eigenlijk om de uitgangen van woorden, dan, dan leg je de grens bij rond 1150. En daarna heb je te maken met Middel-Nederlands. Ja. Met veel schwa nog aan het eind. En die slijt dan ook af. Hè, en dan krijg je opeens bed met de T-klank in plaats van bedde. Met de deur achterin. Ja, maar het is natuurlijk altijd van belang om te vermelden dat het heel onwaarschijnlijk is dat ook maar iemand in die tijd ook maar iets zou hebben gemerkt van een radicale overgang. Dus het is natuurlijk niet het geval dat mensen de ene dag nog oud-Nederlands spraken, toen naar bed gingen en de volgende dag opstonden en toen opeens Middel-Nederlands spraken. Dat is ook een problematische als je de pretentie hebt een geschiedenis van Nederlands te schrijven. Hoe je de zaak indeelt, de periodisering. En je hebt eigenlijk te maken met een soort tegenstrijdigheid. Want ja, als je geschiedenis schrijft, moet je blokken hebben, hè? Stukjes uit de tijd knippen. Maar hoe doe je dat? De taal verandert elke dag, continu. Dus je gaat opeens ervan uit dat je een fase neemt die stabiel is. En die vergelijk je met een volgende fase of een voorafgaande fase. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. En het ene verschijnsel kan al beginnen, terwijl het andere pas over een eeuw begint. Dus dan moet je, dan trek je maar een lijn 1150. Maar dat is niet helemaal willekeurig natuurlijk, als je let op dit verschijnsel. Maar inderdaad, het is niet van de ene dag op de andere. Ja, ja, en vandaar dat je dus eigenlijk ook, denk ik terecht, eigenlijk gebruik gewoon de traditionele indeling. Hè? Dus je hoofdstukken zijn op een vrij traditionele manier ingedeeld. Maar het probleem is dat je dan een hele grote periode krijgt voor het Nieuw-Nederlands. Want we zitten nog steeds in die periode, vanaf misschien 1500 of 1550 tot nu. En dan moet je weer andere criteria zien te vinden om zo'n stuk tijd in te delen. En ik heb toen daarbij gelet op de sprekers van het Nederlands. En hun maatschappij. En dan heb je natuurlijk met taal-externe factoren te maken. Ja, ja. Ja, maar dat geldt voor oud-Nederlands naar middel-Nederlands misschien niet zozeer. Maar dat geldt natuurlijk vooral ook juist wel voor die periodisering daarna. Dus de overgang van middel-Nederlands naar. Maar laten we daar niet op vooruit lopen. Laten we even naar dat middel-Nederlands nu gaan. Ja. Ook daar heb je allerlei hele fraaie fragmenten uitgekozen. Wat zou je daar zelf
uitkiezen. Even kijken, ja. Ja, misschien wel het begin van de Beatrice. Dat is, ik mocht van de uitgever ook een paar kleurplaten in het boek plaatsen. Ja, het ziet er heel mooi uit. Het ziet er heel mooi ook uit. Een afbeelding van, ik moet even zoeken, van die Codex Beatrice. In de Koninklijke Bibliotheek. En, 288. Oké. Het begin is natuurlijk fascinerend, zoals je weet. Wat zei je, 2,28? 2,88. 2,88. 2,89. Ja. Dat is van dichter komt mij kleine baten. Die lieden raden mij dat ik het laten en de mine zin niet en vertaren. Maar om die doogend van haren, die moeder en maagdes bleven, heb ik een schoon mirakel opheven. Die God zonder twijfel togende, Maria teren, die hem zogende. Dus dat betekent van dichter kom je kleine baat. Ik heb weinig baat bij dichter. Ik verdien er niks mee of het levert niks op. En daarom raden de mensen mij af. Hè, die lieden raden mij dat ik het laten, nalaat. En mijn geest er niet mee vermoeien, mijn zinnen niet vertaren. En toch doet hij het. Maar om de doogend, dus om de deugd, om de goedheid van de vrouw die moeder en maagd is gebleven, dat moet natuurlijk wel Maria zijn, heb ik een schoon mirakel opheven. Dus ben ik begonnen opheven. Een prachtig mirakel, een wonderbaarlijk verhaal. Die God zonder twijfel togen, dus dat zal God goed vinden. Maria te eren, ter ere van Maria, het is een Maria-legende. Die hem zogende, die hem de borst gaf, hè? Dat is Christus. Maar als je nou naar het begin kijkt, dan heb je die versierde hoofdletter V, 5. Dus van dichten, dat is een V, een 5. En op dat kleurplaatje zie je dan een kleine miniatuur in die letter, met een afbeelding van Maria en het kind en Beatrice. En 5 bloemetjes langs de kant, dus die V had voor de middeleeuwen niet alleen de betekenis van vee van, maar ook 5. Hè? En die 5 zit ook in het woord Maria, 5 letters. En die eerste 5 regels, hè, bestaat uit 3 zinnen. Maria bestaat uit 5 letters en 3 klinkers. Dus het ziet er, en dan heb je nog 5 bloemetjes in die hoofdletter. Het ziet er naar uit, dat is typerend voor de middeleeuwen, dat die mensen een boodschap niet alleen via de taal, maar ook via het beeld naar binnen kregen. Hè? Ja, en dat hier dus je kunt zeggen dat hier dat Nederlands ook echt geschreven werd. Hè? Het was ook niet alleen maar een soort opschrijven van wat je anders toevallig zou hebben gezegd. Ja. Het is ook duidelijk daardoor niet alleen maar, het is niet alleen maar bedoeld om voor te lezen, maar ook dus om naar de tekst te kijken. Absoluut. En dus echt letterlijk zelf te lezen. En dat is, ja, in vergelijking met die Wachtendonkse psalm, is, ben je natuurlijk dan echt wel 5 stappen verder in je, wat je met de taal doet. Hè? Dus zoals je daarnet zei, die Wachtendonkse psalmen, dat is eigenlijk alleen maar een soort hulpstuk. Ja. Voor waar het gaat over de echte taal, en die is het Latijn. Maar hier wordt dit heeft nog geen naam voor de, of Tietz heet het dan, of zoiets, een soort algemene naam. Maar het heeft al wel, ja, het is echt een ding. Het is iets waar je naar kunt kijken. Ja, je moet ook zeggen, het is een behoorlijk gecultiveerde schrijftaal. En dat betekent dat je ervan uit moet gaan dat die mensen nooit zo hebben gesproken. Of misschien in vormen van een Nederlands dat hier wat op leek. En dat lokaal natuurlijk enorm verschilde, hè, per stad, per gewest. En dit was dan wel een vorm van Nederlands dat waarschijnlijk in het hele Delta-gebied gebruikt werd. Want zo verschrikkelijk wijkt het niet af van Hollandse teksten, van Limburgse teksten. Dus een heleboel dialectkenmerken zijn waarschijnlijk weggevallen zelfs. Ja. En nou, wat je nu zegt is misschien ook niet voor iedereen meteen triviaal. Dus dialectkenmerken zijn weggevallen. Als je iets leert als Nederlandicus over de geschiedenis van taal of over het Nederlands, wordt altijd eerst gezegd, ja, de dialecten waren er eerst.
En de standaardtaal is daar eigenlijk uit ontstaan. Daar gaan we nu ook zo dadelijk naartoe. Hoe dat is gebeurd. Ja, ik probeer de term dialect eigenlijk ook wel te vermijden. Ik heb het meestal over variëteiten. Want je kunt ook zeggen, er is pas sprake van een dialect als je een standaardtaal hebt. Want het moet een dialect van iets zijn. Dus dat is een problematische term. Ja, maar je ziet hier, die standaardtaal is er hier nog niet. En tegelijkertijd ook wel een beetje wel, want er is dus wel een soort van traditie van hoe je de dingen opschrijft. Een bovenregionaal Nederlands, zou je kunnen zeggen. Bovenregionaal Nederlands, ja. Ja, dat ook voor een aantal verschillende genres, want we nemen nu de Beatrice, maar voor een aantal verschillende genres ook gaandeweg gebruikt gaat worden. Dus dat duidelijk zijn gebruiksmogelijkheden, in ieder geval op schrift, versterkt. En dat wijkt bijvoorbeeld af van actes die echt lokale taalkenmerken vertonen en die gedateerd zijn. Dus dat je weet bij een koopcontract, dit is in die en die plaats, in dat jaar is dat contract opgemaakt. En dat is dan toch een heel ander soort Nederlands dan van de Reinhard, van de Beatrice. Dus daarom is misschien bovenregionaal Nederlands, Middel-Nederlands, hier wel een handige term. Ja. En wat was dan die bovenregio? Wat was ongeveer dat gebied op dat moment? Nou, dat is... Je moet aannemen dat het in deze tijd wat ruimer was dan nu. Het gaat natuurlijk tot voorbij Duinkerken. Tot in de 18e eeuw. Naar het oosten is het moeilijk te zeggen waar de grens loopt. Je hebt het gebied van Kleef, dat werd er toen nog wel bijgerekend. Dan heb je natuurlijk het Fries met een eigen taalgebied. Dus wat meer dan het huidige Nederlandstalige België en Nederland. Wat ruimer nog. Ja. In die tijd. Ja. Ja, en dat was dat gebied, daar komen we daar weer even op terug, maar dat was dus het feit dat dat gebied was het meest welvarende en cultureel actieve gebied in deze hoek van Europa op dat moment. En ik heb misschien een beetje veel hoor, maar ik heb steeds ook aandacht besteed aan de geschiedenis van de Lage Landen. En als je die hoofdstukjes achter elkaar leest, heb je een beknopt overzicht van de geschiedenis van de Lage Landen. Dan zie je juist in deze tijd, vanaf 900, dat er sprake is van de vorming van staten, van graafschappen, van hertogdommen. Vlaanderen natuurlijk, later ook Holland. Met allerlei lokale machthebbers die probeerden natuurlijk hun gebieden uit te breiden, bisschoppen enzovoort. En dat zijn wel zelfstandige gewesten dan al, vooral ook door die waterwegen, de mensen hebben veel contact met elkaar, drijven handel, ze varen naar de Oostzee. Dus het is natuurlijk geen eenheid, maar de Lage Landen vormen dan toch een soort lappendeken van graafschappen, hertogdommen, bisdommen. Ja. Ja. Ja, wat ik ook daaraan interessant vind en wat je nu ook zegt, is dat er ook in die tijd ook weer voortdurend contact is met de buitenwereld. Dus het is nooit een soort in zichzelf gekeerde... We hebben hier nooit een in zichzelf gekeerde wereld gehad. Er zijn hier altijd mensen van elders hier naartoe gekomen, zoals omgekeerd mensen van hier al dan niet tijdelijk naar elders. Vooral via het water, als ik dat nog mag toevoegen. Je ziet het aan het werkwoord varen. Dat betekent eigenlijk gaan, hè, in het Duits. Ik vaar Holland, ik ga. En bij ons heeft dat de betekenis gekregen met de boot gaan. De waterwegen die waren enorm belangrijk voor de contacten in het deltagebied. Ja, ja. Ja. En desalniettemin speelt dus ook het krachtenveld binnen de Lage Landen een rol. Want als we nu doorgaan naar de volgende periode, jouw hoofdstuk 5, daar zien we duidelijk dat
van Vlaanderen gaandeweg het centrum zich, het centrum van de politiek en de cultuur en alles zich verplaatst naar het noorden. Ja. En dat dat ook betekenis heeft voor de taal, ook omdat op dat moment ja, voor het eerst een idee van een soort staat gaat ontstaan, een grotere eenheid. Ja. Je had natuurlijk de Bourgondische Kreis, hè? Dus dat is al een samengaan van die gewesten. Mm. En, misschien ook omdat de grote rijken weinig invloed wilden, of geen behoefte hadden veel invloed uit te oefenen in de lage landen. Je had natuurlijk de Franse koning met zijn eigen problemen, zijn eigen rijk. Dan de Habsburgers, het Duitse Rijk. En het lijkt wel alsof de lage landen ook de kans kregen om wat zelfstandiger te worden. Ja. Ja, en daarmee komen we dan aan in die periode van het Nieuw Nederlands. Je zei daarnet al, dat is eigenlijk een overdreven lange periode. Tegelijkertijd kun je dan denken, ja, Middel-Nederlands is ongeveer net zo'n lange periode. Waarom is dat dan niet overdreven lang? Ja. Is dat niet alleen maar een soort van het narcisme van de kleine verschillen of zo? Dat wij nu denken, nou, we spreken toch wel echt heel anders dan die Vondel. Maar wat zouden die middeleeuwers daarvan hebben gedacht? Of denk je dat er wel degelijk grotere ontwikkelingen zijn geweest in deze periode? Nou, daar zou ik wel eens onderzoek naar willen doen. Ik heb altijd het gevoel, ik weet niet wat jij ervan vindt, dat de voorgangers van ons Nederlands, dat die zich sneller hebben ontwikkeld dan het Nieuw Nederlands. Dus dat je, laten we zeggen, in de periode van 800 tot 1500 veel ingrijpende en ontwikkelingen hebt gehad die zich veel sneller voltrokken dan in de tijd van 1600 tot nu. Dus wat dat betreft is dat wel acceptabel om het zo in te delen. Ja, het is moeilijk te meten natuurlijk. Maar waarom denk je dat? Wat zijn dat voor ingrijpende veranderingen toen die wij nu niet spiegelen? Nou, vooral natuurlijk de klanken. Je kunt zeggen dat er waarschijnlijk een verlies is aan schakeringen van klanken. Van Bree heeft er ook wel onderzoek naar gedaan, heel uitvoerig, naar allerlei variëteiten in het Hollands bijvoorbeeld. Het Oud-Hollands, het Nieuwe Hollands, de A-klanken, de O-klanken. Een buitengewoon grote variatie die langzamerhand verdwenen is. Ja, je kunt zelfs voor de moderne tijd misschien zeggen dat door de migratie, je hebt in de 19e en vooral in de 20e eeuw te maken met heel veel migratie, mensen van het platteland die naar Rotterdam komen enzovoort, dat zulke mensen niet al die nuances willen kunnen overnemen. En dat je dan onze A krijgt en niet een E of wat dan ook. Dus een vereenvoudiging waarschijnlijk, dat is natuurlijk wel een verandering. En die stabieler is en blijft. Ja, maar en dat zou misschien iets te maken kunnen hebben met die vormen van die standaardtaal ook toch wel. Dus dat dat een soort conserverende kracht is, zelfs op soort variëteiten, zoals jij zegt, van het Nederlands, die niet zelf standaardtaal zijn. Hè? Dus dat trekt het allemaal een beetje aan. Laten we een voorbeeld kiezen. Wat zou je willen kiezen uit die vroege Nieuw-Nederlandse periode? Ach, er is zoveel. Ik moet even kijken. Ik heb wel een suggestie, als je het zelf niet weet. Dus ik vind de Brederoog, vind ik wel een aardig voorbeeld. Ja. Dat staat op pagina 490. Ja. Ja, het amusante is van die tekst dat Bredero hier de gek steekt met mensen die elkaars taal niet mooi vinden. Het gaat dus om Brabanders, om mensen uit Antwerpen en uit Holland. En ze bespotten elkaars taalgebruik. En dat is natuurlijk voor een boek over taal natuurlijk gevoelens fressen, om dat te citeren. En even kijken hoor, je overvalt me even. Ik kan even iets voorlezen. Jerolimo, dus het gaat om een jonker, zogenaamde jonker, want dat is allemaal bluf.
En die heeft een Amsterdams uit Antwerpen. En die heeft een Amsterdamse jonge man in dienst, Robert Knol. En ze begrijpen elkaar staal niet goed. En dan hebben we dus die jonker die zegt: nu, Robert Knol, al propekens, zacht manneken, geeft u tevreden. En dankt ons Heer God voor zijn goeie gratie. Gij zijt hier ter keure wel gerookt deze spatie. Want ik zal u triomfante laik voorzien met al wat u gebrekt. Eén ding het jammert mij, dat is dat ge zo bot Hollands spreekt. O, de Brabantse taal, die is zo hierark, modest en vol perfectie. Zo vriendelijk, zo galjaard, zo minjard en zo vol correctie, dat men niet gezeggen kan. Ik wou om 1000 pond, dat ge zowel als ik, of als mijn Pieteken verstond. Ik zweer het uw pardie, gij zoudt uw Hollands verzaken, want die ons verstoot, die verstaat alle sprake. Was ouwe moeier nog maagd, dus als je moeder nog maagd was, ik liet u een Brabander maken, dan zou ik voor jou een Brabander maken. Ons taal is een rhapsodie, non pareille, zonder weerga. Zen heeft geen comparatie bij de zuiverheid van Holland op Veerna. Dus hij zegt hier dat zijn Brabant zo prachtig is. En dat is natuurlijk in onze ogen, het zit vol met Franse woorden en een vreemde uitspraak voor Hollanders dan. Dus daarmee maakt hij in feite zijn eigen taal gebruik voor een Hollands publiek in de Schouwburg. Belachelijk. Die hebben zeker moeten lachen toen ze dit hoorden. Maar, en daar zit ook echt, dus dit is geschreven door Bredero, die zelf een Amsterdammer was. Ja. En daar zitten ook wel degelijk echte Brabantse dingen in. Bijvoorbeeld dat hij zegt, dagen ze zowel als de kik. Dus als ik eigenlijk. Ja. Wat nog steeds een kenmerk is van veel dialect in Vlaanderen, sterker nog van moderne tussentaal in Vlaanderen. Ja. Maar dat betekent dus dat ook, inderdaad, zoals je zei, dit was door een Amsterdammer geschreven voor Amsterdammers. Maar die herkenden dit dus kennelijk ook, anders heeft het geen effect. Er waren natuurlijk genoeg mensen uit Zijde aanwezig in Amsterdam na de val van Antwerpen in 1585. Ja. Maar daarvoor waren er ook al mensen uit Zuiden in de Republiek. En die taal werd natuurlijk wel opgemerkt door het publiek. En dit was echt iets om te lachen. Ja, en dit is dus het moment, dit beschrijft een beetje het moment, dus deze mengeling van in ieder geval verschillende variëteiten, die levert dan dat Nieuw-Nederlands op. En dat Nieuw-Nederlands wat de basis is van die standaardtaal enzovoort. Ja. En er is wel enige discussie over, is dat nu inderdaad hoe je dat Nieuw-Nederlands zou moeten karakteriseren, als een mengeling van Brabants en Hollands? Of hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk toch, als je de vakliteratuur leest, dat het Hollands toch wel zijn stempel heeft gezet op de ontwikkeling van het Nieuw-Nederlands. En het is steeds weer de vraag of de mensen uit het zuiden die ontwikkeling als het ware hebben bijgestuurd. Het kan ook zijn dat bepaalde elementen in het Brabantse prestige hadden. Want er kwamen natuurlijk wel, om die term maar te gebruiken, eliten uit het zuiden naar het noorden met veel prestige. Dat geïmiteerd werd. Maar ik denk dat het vooral een ontwikkeling is van het Hollands. Je had natuurlijk ook heel veel immigranten uit het oosten, hè? Dagloners, mensen die als matrozen werkten voor de VOC. Duizenden uit het Baltische gebied, uit Duitsland, die ook in de Nederlanden woonden. Ik heb het even niet paraat, maar ik dacht dat in Leiden dat een kwart van de bevolking uit buitenlanders bestond. Ja? Mm. En, het is voor mij altijd onduidelijk wat voor invloed ze dan gehad kunnen hebben op de ontwikkeling van het Nederlands. Dat is ook nu zo. Als je hier mensen met een andere, met een buitenlandse achtergrond hebt, laat zich een Turkse achtergrond of een Marokkaanse achtergrond, dan kunnen ze onder elkaar wel straattaal gebruiken. En mensen die
die taal niet beheersen, horen dat wel en merken dat wel. Maar je kunt niet één op één zeggen, die straattaal heeft nu de ontwikkeling van de taal zoals wij die spreken veranderd. Ik heb er grote vraagtekens bij. En dat geldt ook voor die 17e eeuw. Ja. Ik denk dat het alleen gaat om variëteiten die prestige hebben. Dat betekent, men wil altijd klimmen op de maatschappelijke ladder. En als dan de elite in de grote steden van Holland een bepaalde taal hanteren, dan willen mensen willen dat imiteren. De variëteit met prestige. Ja, daar gaat eigenlijk de dialoog van Bredero natuurlijk ook. Ja. Over. Die gaat vrij expliciet over prestige en verfijndheid en cultuur en dan een gevecht tussen Brabant en Holland. Daarom vind ik dat zo'n aardig fragment. Ja. Ik wil eigenlijk voor, dus de volgende stap wordt dan laten zeggen de 18e eeuw, het late Nieuw-Nederlands. Ja. Ik wilde daar eigenlijk even een beetje een uitstapje maken naar Afrikaans, omdat je daar ook kort aandacht aan besteedt. Je hebt weer Psalm 69 heb je in het Afrikaans opgenomen op pagina 659. Ja, ik heb steeds dezelfde tekst genomen, zodat je het ook zou kunnen... Ja, heel mooi. En ook een goede keuze. Welke bladzijde zijn je? 659. Een moment. Ja, die heb ik hier. Wil ik een stukje van voorlezen? Graag, ja. Vir die muziekleier op die wijze van lelies. Dus hoe het gezongen moet worden. Een psalm van David. Verlos mij, o God, want die waters het to bij die ziel gekomen. Ik zing in grondeloze modder waar geen staanplek is nie. Ik het in waterdieptes gekomen en die stroom loopt oor mij, denk ik. Elk is moog van mij geroep, mijn keel brandt, mijn oeën versmacht, terwijl ik waag op mijn God. Dus wat je hier ziet is natuurlijk dat het nog verder is afgesleten. Even kijken hoor. Even voor de duidelijkheid, dit is een... Dus we zitten nu, met onze bespreking zitten we dus nu, zei ik daarnet, in de 18e eeuw. Dit is een latere vertaling in Afrikaans, dus van midden 20e eeuw. Ja, want er waren toen nog geen tekst overgeleverd. Dus die Bijbel die is... men heeft aan het eind van de 19e eeuw de taal al in het Afrikaans willen... de Bijbel in het Afrikaans willen vertalen. Wat betekent dat Afrikaans al genoeg prestige had. Want voordat je als gelovige Gods woord in een taal vertaalt, moet je daar respect voor hebben. En je hebt de indruk in het midden van de 19e eeuw dat men nog wat lacherig doet over het Afrikaans. En er worden grappige teksten in geschreven van, nou ja, dat is wel aardig leuk taaltje. Maar zodra je de Bijbel wilt vertalen, dan is het opeens serieus. En daarom is dat typerend dat men uit mijn hoofd gezegd rond 1880, 1885 al een poging heeft gedaan stukken van de Bijbel te vertalen. Dan heeft dat al genoeg prestige. Ja, ja. Maar de hele Bijbel is bij mijn weten uit de jaren 40. Ja, je zegt hier 1944, ja. Dat het verschenen is. Kun je in een paar zinnen iets zeggen over hoe dat Afrikaans zich nu precies verhoudt tot het Nederlands? Ja, ik heb er niet zo erg in verdiept, maar je kunt zeggen, zoals dat bij heel veel talen gebeurt, denk aan het Engels in Amerika,
Denk aan het Spaans en Portugees in Zuid-Amerika, dat in ver afgelegen gebieden die talen zich toch wel op een eigen manier ontwikkelen natuurlijk. En dat geldt dan ook voor het Nederlands in Afrika. Dat is goed vergelijkbaar. De Nederlandse taal maar zeer beperkt werd gebruikt, hè, in de Kaapkolonie. Waarschijnlijk alleen door bestuurders. Maar zoals ik net al zei, die VOC, die had ook bemanningen die uit allerlei landen kwamen. Uit Duitsland, uit Engeland. Dus de Nederlands was daar niet zo gangbaar. En dan had je van die eerste Nederlanders die daar gearriveerd waren in het midden van de 17e eeuw. Die zijn daar gebleven en die hebben hun Nederlands op hun manier daar verder ontwikkeld, generaties daarna. En dat, zoals te vergelijken met het Amerikaans, dat begon eigen karaktertrekken te krijgen. Minder uitgangen, verkortingen enzovoort. En begint het zo af te wijken van het Nederlands dat in de 19e eeuw kun je spreken van het Afrikaans wat die boeren met elkaar spraken, een soort schrijftaal. Je had kranten in het Nederlands in Afrika, ook Engelse kranten. En daar wordt dan wel het Nederlands van de Republiek gebruikt. En dan heb je aan het eind van de 19e eeuw ook een hele discussie over de spelling van het Nederlands. Men wil in het noorden, dus in de Republiek, de spelling van Kollewijn niet overnemen. Die is veel te modern. Maar de mensen in Afrika, die doen dat wel. En er zijn dan congressen over de spelling van het Nederlands. En het grappige is dat zij daar als het ware toestemming voor krijgen. En dat die spelling daar prima werkt. Terwijl men in het noorden zegt dat ze de ondergang van onze cultuurtaal op de Kollewijn gaan volgen. Ja, ja. Het is ook wel interessant. Nee, dus ik wil zeggen, het is interessant dat je de situatie vergelijkt met Engels, bijvoorbeeld dus Amerikaans Engels, Brits Engels, die trouwens ook gedeeltelijk verschillende spellingen hebben. Europees Portugees, Braziliaans Portugees, Europees Spaans, Argentijns Spaans. In al die gevallen benoem je het wel als één taal. Zou dat mogelijk? Zou het denkbaar zijn dat je het Afrikaans en het Afrikaans eigenlijk Zuid-Afrikaans Nederlands zou noemen? Ja, dat is een kwestie van definitie. Maar men heeft besloten om deze vorm van taal als Afrikaans als officiële taal in te voeren met de eigen spelling. En dat heeft de overheid gedaan en voorgeschreven. En ja. Natuurlijk stond het in concurrentie met het Engels. Hè? Want de Engelsen wilden oorspronkelijk uitsluitend alleen het Engels in Afrika gebruiken. En doordat het parlement meer zeggenschap kreeg in het midden van de 19e eeuw, was het mogelijk om het Nederlands te doen en het Afrikaans een kans te geven. Dus dat is door de Engelsen op een democratische manier mogelijk geworden. Ja, ja. Ja, het is heel interessant. We zijn nu aanbeland bij deel 2. Ja. Het interessante van de gesprekken zoals deze is dat wij nemen het op en wij hebben dus geen idee hoe lang dit gesprek precies duurt. Terwijl we eraan beginnen of terwijl we ermee bezig zijn. Degenen die hier naar kijken weten dat natuurlijk wel. Dus die weten precies zijn we nu opeens bijna klaar? Dat weten wij dus niet. Al geduldig worden. Nee, ja, spoelt u even door. Nee, er komt nu juist ook een interessant aspect. Dus we zijn nu bij jouw hoofdstuk 7. En jouw hoofdstuk 7 gaat over het Nederlands in de Franse tijd en tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dus dat is de periode tussen 1795 en 1830. Een betrekkelijk korte periode. Waarom heb je die apart genomen, vroeg ik me af. Ja, dat is vooral een taal extern gegeven. De revoluties en de vorming van nieuwe staten zijn van het grootste belang geweest voor de kansen die het Nederlands kreeg. In
het noorden heb je natuurlijk dan eerst de Bataafse Republiek en dan het Koninkrijk met de broer van Napoleon, hè, Lodewijk. Maar het zuiden wordt geannexeerd door Napoleon. En dat wordt helemaal Frans. Dus op een gegeven moment heb je in het tegenwoordige België, wordt het gebruik van Nederlands verboden. Er mogen geen Nederlandse kranten meer verschijnen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met gelijkheid. Hè? Een van de zaken die Napoleon naast broederschap enzovoort wilde bevorderen. Iedereen dezelfde taal. Hè? En in het noorden had dat ook invloed. De dialecten werden niet geapprecieerd door de overheid. Er moest eenheid komen en gelijkheid en broederschap. Mm-hmm. En dan moet iedereen de kans krijgen om een beschaafd, mooi Nederlands te spreken. Dus voor de ontwikkeling van het Nederlands is het aan de ene kant van belang dat in die Franse tijd het Nederlands het zwaar te verduren kreeg in het zuiden. En dat juist in het noorden de overheid voor het eerst maatregelen neemt om het Nederlands te cultiveren. Er wordt in opdracht van de overheid wordt er een spelling ontworpen door Siegebeek. Er komt een regeling van de grammatica. Dus de overheid speelt in beide gebieden een belangrijke rol voor de ontwikkeling van de taal. Ja, ja, ja. Ja, dat is interessant. Ja. En aan jouw teksten zie je ook dat er toch ook wel, misschien in de manier waarop het Nederlands gebruikt wordt, of er zijn eigenlijk twee dingen. Dus het is een soort van, bij het publiek door dat verzet tegen de Fransen en dan daarna eigenlijk ook weer door dat Verenigd Koninkrijk, waardoor in ieder geval in België het idee ontstaat dat het Nederlands daar opeens wordt opgelegd. Dus er gaan allerlei ideeën ontstaan over, met name over Nederlands en Frans, en Nederlands in oppositie tot Frans. Frans is natuurlijk ook op dat moment de belangrijke andere taal, ook in Nederland. Ja. Je neemt ook in dit hoofdstuk journalistieke teksten op, want dat is natuurlijk een ander aspect hiervan. Je hebt een soort de opkomst van de kranten, die ook belangrijk worden bij al die politieke gebeurtenissen. Ja. Zo heb je bijvoorbeeld, dit is pagina 788. Vind ik wel een aardig fragment. Het is misschien een beetje te lang om helemaal voor te lezen, maar wel de eerste twee zinnen, want over de stijl valt ook wel het een en ander te zeggen. Dat is een bericht over de aankomst van de toekomstige koning op het strand van Scheveningen. Dus de Fransen zijn verjaagd en de Oranjes komen terug in Scheveningen. En dan hebben we de Schravenhaagse Courant, die daar verslag van uitbrengt. Als ik nog even mag inhaken op wat je net zei, het Frans. We mogen nooit vergeten dat helemaal niet zo'n concurrentie was tussen Nederlands en Frans in de 17e, 18e eeuw. Je had rederijkerskamers die Franse en Nederlandse stukken opvoerden. Dus dit is pas eigenlijk heel recent. Hè? Maar goed, dat nogal een voetnoot bij wat je zei. Oké, dus de toekomstige koning die komt aan op het strand van Scheveningen. Hij kwam uit Engeland. Schravenhagen, den 30 november. Deze voormiddag wierden van Scheveningen twee grote schepen gezien, die echter door den wind belet wierden, vroeger dan omstreeks 4 uren het land te naderen. Dadelijk verspreidde zich het gerucht dat prins Willem de VI aan boord van een derzelfde was. Dat waren de eerste twee zinnen? Ja, ja, heel mooi. Ja, zoals ik zei, ook over de stijl, over de stijl van hiervan valt natuurlijk wel het een en ander te zeggen. Dat is niet wat we op dit moment nog zouden associëren met journalistieke stijl van schrijven. Ja, met nog natuurlijk naamvallen, hè? Deze voormiddag. Dat zal wel een accustief zijn, denk ik. Werden twee grote schepen gezien en dan werden, hè? Een soort verleden tijd van worden. Omstreeks 4 uren, dat meervoud. Mm-hmm. Dat kom ik ook al in de 17e eeuw kom ik dat nog tegen. Bij Bontekoe heb ik zo'n vorm gevonden, terwijl tegenwoordig enkelvoud is. Hè? Ja. En de pers heeft een belangrijke rol gespeeld, denk ik, in de 19e eeuw
voor de verbreiding van de schrijftaal. En wat je nooit mag vergeten, dat hoef ik jou niet te vertellen, maar de cultivering van het Nederlands verloopt via de schrijftaal. En als je dan zou nagaan wie er nou las in de 17e, 18e, 19e eeuw, dat waren waarschijnlijk toch over het algemeen meer de geschoolde mensen. Maar er kwamen ook kranten op natuurlijk, hè, in Haarlem enzovoort, Den Haag, ook in het Zuid, in het tegenwoordige België. Maar het wordt een massamedium in de 19e eeuw. En dat betekent dat steeds meer mensen de kans kregen een soort standaard Nederlands te lezen. Niet dat ze het dan spraken, in tegendeel denk ik, maar je maakte kennis mee. Ja. En natuurlijk in de kerk. De Statenvertaling speelt daar een belangrijke rol. Die wordt natuurlijk ook continu gerecipeerd en geciteerd. Ja. Ja, misschien die concurrentie met het Frans die je noemt, heeft daar op een bepaalde manier misschien ook wel mee te maken. Dus dat er echt meer idee bestaat over het belang van taal en het Nederlands er steeds belangrijker wordt als taal en daarmee ook een concurrent van andere dingen die zich aandienen als taal. Het ziet er naar uit, denk ik, dat in de 19e eeuw, en misschien daarvoor ook wel, de geschoolde Vlamingen en de, ik heb altijd moeite met die term, maar de zogenoemde elite, dat die de beschikking wilden hebben over cultuur en cultuurtaal. En dat was voor hun Frans. En nooit het Vlaams dat op het platteland werd gesproken. En het Nederlands krijgt pas een kans als ze dan het Noord-Nederlands proberen over te nemen. Je hebt een aantal Vlamingen die het, juist wel het Nederlands van het Noorden willen overnemen. Ja. Omdat in die taal natuurlijk een hele voor hun een belangrijke letterkunde bestond, die eventueel kon concurreren met de Franse letterkunde. En vandaar dat je in de 19e eeuw heel veel Vlamingen hebt die juist het Nederlands van het Noorden wel willen overnemen, terwijl andere zoals gezellen trots zijn op hun West-Vlaams. Ja, niet alleen trots zijn op hun West-Vlaams, maar zelfs er tegen zijn om dat Nederlands uit het Noorden over te nemen, omdat het de protestants of weet ik wat allemaal zou zijn. We komen daarbij bij hoofdstuk 8. Misschien is het wel aardig om een stukje van, dus waarin je veel aandacht besteedt, denk ik terecht, aan het Nederlands in België. Dus het Nederlands dat in België op dat moment natuurlijk een heel andere rol heeft dan in Nederland. In Nederland waar het de gewone taal is voor, waarin je ongeveer je hele leven leidt. Terwijl dat in België op dat moment vooral nog het onderwerp ook is van strijd. En zoals je zegt, ook eigenlijk een soort, niet alleen een strijd met het Frans, maar ook eigenlijk een strijd over wat bedoelen we dan? Wat is dan eigenlijk precies onze taal? Ja. En Gezelle vind ik persoonlijk ook een heel interessante figuur. Die neemt daar dus ook een bijzondere positie in. Over wie heb je het? Gezelle. Ja. Ik zie nu dat het pagina 887 is. We zijn al over de helft. Dat weet alleen de kijker. We zijn over de helft, ja. Ja. Overigens, Gezelle die schrijft zelf ook iets over het Nederlands, hè? Op 893. Dat heb je misschien misschien is dat eigenlijk wel aardig. Ja, ja. Heb je het ook gezien? Ja. Ja. Ik ken hem natuurlijk van die prachtige gedichten die hij in. Hij heeft heel veel woordmateriaal verzameld. Hij was natuurlijk priester. En het is bekend dat hij zelfs tijdens de biecht achter het gordijntje woorden opschreef van parochianen. Ja. Woorden die hij niet kende. En die heeft hij allemaal genoteerd en bewaard. Hij was echt helemaal bezeten van het West-Vlaams. Maar hij schrijft hier in proza talen. Verre het meeste getal van ons allen, die hedendaags min of meer onderwezen zijn, hebben op scholen een dagelijkse bewerking ondergaan, waarbij werd geleerd hebben onze kindergedachten, die wij in het Vlaams eerst uitspraken, in een Franse vorm over te gieten.
Dus die kinderen moesten een soort Franse vorm voor vinden voor hun oorspronkelijke Vlaamse moedertaal. Daarbij hebben wij een zeker getal gedachten en wetendheden aangeworven die wij in Franse woorden eerst ontvangen en sedertdien in Franse woorden bewaard en onthouden hebben. Dus het onderwijs krijgt ze dan via het Frans begrippen. Als wij nu begeren of genoodzaakt zijn onze eerste gedachten voor Vlamingen verstaanbaar uit te spreken, dan moeten wij die ontkleden en wederom het oud vergeten Vlaams kleed zien aan te passen. En dan zegt hij dat dat eigenlijk heel vaak mislukt. Hè? Dus ja. die arme kinderen die leren allerlei dingen in het Frans, vergeten hun Vlaamse moedertaal en dan opeens moeten ze daar weer iets mee beginnen en maken natuurlijk continu fouten. Ja, er wordt op een heel interessante manier wordt daar de tragedie van de meertalige beschreven, zou je kunnen zeggen. Die dus vervreemd, om een moderne terminologie te zeggen, vervreemd raakt van zichzelf, doordat hij de werkelijkheid zoals hij op de ene manier beleeft in het Vlaams eigenlijk niet kan verbinden met de abstractere manier van naar de werkelijkheid kijken die hij dan op school in het Frans krijgt aangereikt. En dat is heel interessant. Dat lijkt me ook, het is ook, erg ook een erg romantisch idee, volgens mij. Het gaat ook wel erg voorbij, denk ik, voor ons gevoel aan de vele voordelen die meertaligheid ook biedt. Ja, daar gaat het helemaal niet om. Nee, in tegendeel. Maar dat komt ook misschien wel omdat hij die meertaligheid min of meer als vanzelfsprekend aanneemt, natuurlijk. Dank u wel. En met name, wat ik ook interessant vind aan gezellen, is dat je daar ook aan kunt zien, is dat dus het heel erg nadenken over talen als dragers van bepaalde culturen. Ik zei daarnet al, hij vond het Nederlands uit het noorden, dat vond hij te protestants. Ja, koud. Een van zijn bezwaren tegen het Frans was ook dat het ja, dan weer te veel verbonden was aan de Franse de verderfelijke ideeën van de Franse revolutie. Enzovoort. Het Frans was eigenlijk te atheïstisch en het Nederlands was te calvinistisch. En hij is natuurlijk een Vlaamse katholiek. Hè? En, ja. Dat is een totaal andere cultuur dan de cultuur van de Nederlandse koning. Dus ik praat er een beetje modern, vroeg, 21ste eeuws neerbuigend over. Maar is er eigenlijk niet ook iets voor te zeggen voor dat soort ideeën van talen als dragers van een bepaalde cultuur? Nou, zeker. Ik denk dat dat per definitie het geval is. En je mag hem dat helemaal niet ontzeggen natuurlijk. Ik wil gezellen ook helemaal niet belachelijk maken, maar het ging meer om het probleem dat ze in het Frans onderwezen zijn en een eigen moedertaal ja, voor een deel hebben verloren. En dat geldt voor ons in het noorden helemaal niet. Nee, maar ja, voor mijn gevoel, is er ook nu nog steeds, is er echt een andere manier van, niet alleen van naar het Nederlands kijken, maar naar taal kijken in Vlaanderen en in Nederland. En die heeft hiermee te maken, denk ik. In die zin dat wij Nederlanders veel minder ideologisch denken over taal. Dus ja. Er zitten natuurlijk allerlei ideologieën verbonden aan taal, maar die zijn heel erg verborgen en daar spreken we niet ideologisch over. Dus over het Engels spreken we zelden over het imperialisme daarvan of zoiets, maar het gaat ofwel over het Engelse school of dit of dat, of het is verderfelijk want het past ons Nederlands aan. Of, maar er wordt heel zelden gezegd, ja, het Engels is de taal van de Amerikaanse cultuur die ons overspoelt. Zo wordt er niet zo erg over gedacht. En naar mijn idee wordt er op zo'n manier, afgezien van het Engels, in Vlaanderen nog steeds nog wel meer op die manier over taal gedacht. Ja, ik heb in mijn boek daar, ik weet niet of ik het zo snel kan vinden, maar ik heb er een voorbeeld van. Het gaat dan toevallig over de spelling, over de spelling Kollewijn. En dan is er een lid van de Vlaamse academie. En die
die is falikant tegen een vereenvoudiging van de spelling, zoals Kollewijn dat wilde. En hij schrijft dan dat tast niet alleen onze taal aan, maar onze nationaliteit. En dat zegt hij, hè, België bestaat al lang, dan heeft hij het over onze nationaliteit. En ik heb ook in mijn boek gezegd, welke nationaliteit bedoelt hij eigenlijk? Want het gaat natuurlijk niet alleen over België, maar ook over Nederland. Dus hij zal bedoelen identiteit. Maar dat is exact wat je zegt. Dat is voor hem veel belangrijker dan hoe je chocolade moet spellen. Ja. De taal heeft direct te maken met je identiteit, met je trots en met wie je bent. Ja. Ja, je kunt zeggen, dus dat maakt dan het Nederlands... Dat is een van de dingen die het Nederlands maakt tot een interessant object om over na te denken. Precies dat het ook in twee zo verschillende taalculturen wordt gebruikt. Hè? Dus dat er op zo verschillende manieren mee wordt omgegaan. Ja. Maar dat wordt al lang aangevoeld, want een van mijn hoofdstukken heeft de titel... even één moment hoor. Hetzelfde volk, hetzelfde in taal. Dat is hoofdstuk 7. En daar zie je exact dat probleem. Wij zijn toch... wij zijn samen... het impliceert... we hebben toch onze eigen gezamenlijke geschiedenis... onze eigen cultuur. We zijn één. Hè? En dat is de leuze aan het eind van de 18e eeuw. Vanuit Vlaanderen komt dat. Ja, ja, ja. Ja, maar je kunt zeggen dat is wel een mooie leuze, maar dat... Ja. Zo werkt het nou ook weer niet. Zo werkt het niet, nee. Dat heeft de geschiedenis inmiddels uitgewezen van die afgelopen, wat is het, 200 jaar. Ja. Ja, ik wilde eigenlijk nu wel de overstap maken naar de 20e eeuw. Ja. En het hoofdstuk dat daarover gaat, dat heb je als ondertitel in ieder geval meegegeven, de doorbraak van het algemeen beschaafd Nederlands in de eerste helft van de 20e eeuw. Dat is, moeten we dan zeggen, vooral een doorbraak in de eerste helft van de 20e eeuw, vooral een doorbraak in Nederland weer. Ja. Dus we zijn dan nu weer terug in Nederland daarmee. En een doorbraak van het gesproken Nederlands. Hè? Daar, tot nog toe gaat het voor een groot deel toch wel over geschreven Nederlands. En hier gaat het om het Nederlands zoals wij het spreken. Ja. Zoals je misschien gezien hebt, ik heb in die hoofdstuk over de 19e eeuw nogal wat aandacht besteed aan het toneel. En dat heb ik dan zelf een beetje bij elkaar gezocht. Maar het blijkt als je die critici leest, dat er op het toneel in de 19e eeuw misschien alleen maar dialect werd gesproken. En geletterden ergerden zich dood en gingen liever naar het Franse toneel. En als het toneel weerspiegelt, hè, het publiek zat in die zaal natuurlijk, weerspiegelt wat het publiek ook sprak, dan is er geen sprake van dat in die tijd veel mensen zo spreken zoals wij dat nu doen. Dus je hebt wel die schrijftaal met die pers en die kranten en de literatuur en de Bijbel. Maar zoals ze spraken, zoals wij dat nu doen, dat kende men. Dat was een kleine elite, verder niemand. En ik zou willen zeggen dat in de 20e eeuw, dat gesproken Nederlands zonder dialectische kenmerken opkomt in het noorden. En dat is een grote verandering tussen 1900 en 1945, denk ik. En hoe zit dat met dat zonder dialectische kenmerken? Want je zei nu daarnet, eigenlijk een beetje tussen neus en lip door, dat het eerder een kleine elite was. En dat was ook de elite die zich ergerde. Dus als je je ergert, dan heb je een bepaalde norm in je hoofd. Ja. Want anders kun je niet ergeren. Dat is, ja, de norm is natuurlijk een klassieke vraag. Waar men ook al in de 18e eeuw over dupt. Dan hebben ze het over het Frans van Parijs, zo moet het. Het Hollands voor het Nederlands. Dat is een discussie die bij taalkundigen al lang gaande was. Maar in de 20e eeuw
dat heb ik ook in mijn boek gezet, even uitgerekend. Er zijn schattingen, het is moeilijk om daar statistiek, je hebt er geen statistiek over. Er zijn schattingen dat 3% van de bevolking in Nederland een Nederlands sprak, waarvan je niet kunt zeggen het is dat en dat dialect. Hè? Dus een soort neutraal Nederlands, bovenregionaal. Maar ja, als je 5 miljoen mensen hebt, dan zijn dat 150.000 mensen. Niet meer. En nu zijn het er 24 miljoen die het zouden kunnen spreken. Niet dat ze het allemaal doen. Of die het verstaan. Dus dat is een hele kleine groep. Wat dus dan klopt met wat ik dan heb geschreven over die 19e eeuw. Dat ze allerlei dialecten, dat ze elkaar op het toneel soms niet begrijpen. En verkeerde antwoorden geven. Zo sterk gebruiken ze hun dialecten. Ook in het zuiden. En het merkwaardige is, als je dan in het midden van de 20e eeuw bent, dat dan waarschijnlijk meer dan de helft van de bevolking zo spreekt zoals wij dat nu doen. Dus als je dat in getallen weergeeft, is dat enorm. En wat was dan de norm? Ja, we noemen dat de spraakmakende gemeente. Dus dat zijn de leraren op school. De mensen gaan ook langer naar school. Er gaan steeds meer mensen naar het middelbaar onderwijs of voortgezet onderwijs. Ambachtsschool, MULO, HBS. En dan, denk ik, essentieel voor de ontwikkeling van het gesproken Nederlands is de opkomst van de radio geweest. Ik denk dat dat echt hand in hand met de verbreiding van het Nederlands zoals wij dat nu spreken, ging hand in hand met de verkoop van de radio's. Ja. Vanaf de jaren 20, zeg maar. Ja, want die radio die moet een grote groep en ook een regionaal verspreide groep bereiken. Ja. En dus moeten de mensen die daar werken proberen een vorm te vinden waardoor ze verstaanbaar zijn. De techniek is bovendien in het begin natuurlijk ook nog niet zo heel erg goed. Maar kennelijk hebben ze dat instinctief gedaan. Want in België had je allerlei medewerkers bij de Belgische omroep die er echt op letten dat er goed Nederlands werd gesproken. Maar dat is mij niet bekend van het noorden. En er wordt wel, ik heb wel daar iets over kunnen vinden, wordt wel beweerd dat Han Hollander heel erg belangrijk is geweest met zijn reportages van sportwedstrijden. Omdat als iemand dan naar de radio luisterde, dan was het natuurlijk Nederland-België, België-Nederland, voetbalwedstrijd. En dat werd dan in het hele land gehoord. Olympische Spelen, Berlijn heeft hij verslagen. In Nederlands-Indië gingen ze luisteren naar radioverslagen van voetbalwedstrijden. Er was ook een Nederlands-Indisch voetbalelftal dat meedeed aan wereldkampioenschappen. Dus Dat was een massa mensen die daar naar luisterden. Dus ik denk met name Han Hollander, dat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het bekend worden van het Nederlands zoals wij dat nu spreken. Ja, ja. Ja, dat moet natuurlijk altijd wel gepaard zijn gegaan met dat dus ook inherent aantrekkelijk werd gevonden. Dus dat mensen dat graag wilden overnemen op de een of andere manier. Prestige was natuurlijk steeds een heel belangrijk punt. Ja, ja, ik moest, doordat je Nederlands-Indië noemde, moest ik denken aan, wat overigens ook nog een heel chapiter is, maar dat laten we nu even rusten. Maar ik moest denken aan Van der Heijden, de schrijver, AFTH, ja. Die verteld heeft dat zijn vader heeft, geloof ik, meegedaan aan de politionele acties. En die kwam terug van die politionele acties en sprak toen opeens standaard Nederlands. En omdat hij dus in contact was, dat is eigenlijk ook zeker in de derde factor die je noemt naast onderwijs en omroep, namelijk onderling contact, binnenlandse migratie. Maar die dienstplicht kan natuurlijk ook een rol daarin hebben gespeeld. En, maar het verhaal bij Van der Heijden is dan ook nog, die vader kwam terug en die sprak dus een soort van opeens helemaal standaard Nederlands volgens dat verhaal. Maar zodra hij terug was daar in Geldorp dan leerde hij dat ook heel weer snel af, maar ondertussen had zijn vrouw dat van hem overgenomen en die bleef eraan aan vasthouden.
Dat is een heel typerend voorbeeld, denk ik. En daar komt dan. Ik heb in mijn boek ook die militaire dienstplicht uiteraard genoemd, die al vanaf de 19e eeuw bestaat. Die is eigenlijk al in de Franse tijd ingevoerd. Maar dan komen jonge mannen komen met elkaar in contact en zijn gedwongen om in ieder geval kennis te nemen van andere taalvariëteiten. Maar migratie speelt dan ook een hele belangrijke rol. Als je. Ja, als ik naar mezelf kijk, mijn grootouders die kwamen uit Groningen en Leeuwarden. Ik vond het normaal dat als ik als klein jongetje logeerde bij mijn oma in Leeuwarden, dat ze zei, mien popke. En dat verstond ik best, maar het viel me wel op dat dat een beetje vreemd was. En dan was ik in Groningen en dan zei mijn grootmoeder daar, dat was de moeder van mijn moeder, die zei, goud, mijn jong. En dan begreep ik dat ze goed bedoelde. En dat viel me op. En dan dacht ik, waarom zegt ze niet goed? Maar mijn ouders spraken dat niet meer. Ik helemaal niet meer. Laat staan mijn zoon. Binnen enkele generaties is door, ik denk door migratie en misschien ook door het prestige van het Nederlands, is dat Nederlands zo snel verbreid in Noorden, in Nederland. Ik heb het niet over België. En door de radio. Maar het is, en bij mijn vrouw hetzelfde, haar vader kwam uit Zeeland, geloof ik. Nou, die heeft in Leiden gestudeerd. Als die thuis was, sprak hij Zeeuws. En in Leiden sprak hij Nederlands en hij heeft rechten gestudeerd. Nou, er is geen sprake van dat mijn vrouw Zeeuws beheerst. Dus dat is binnen enkele generaties. Voor miljoenen mensen, denk ik, is dat het geval geweest. Ja, dat is natuurlijk interessant. Dat je zou kunnen zeggen dat waar. Dus je zei daarnet. De veranderingen in dat nieuwe Nederlands van die afgelopen paar honderd jaar zijn misschien nog niet eens zo heel erg groot in vergelijking met de veranderingen in de honderden jaren daarvoor. Maar de manier waarop mensen met taal omgaan is natuurlijk juist in de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. Hè? Enorm. Dat is. Dus het gaat nog niet eens zozeer de taal zelf, maar de omgang met de taal is verbijsterend veranderd in die periode. We komen nu bijna aan de tweede helft van de 20e eeuw, waar je onze tijd ook nog toe rekent, zo ongeveer, of in ieder geval de periode na de Tweede Wereldoorlog, is het laatste grote hoofdstuk. Ik wilde nog wel afscheid nemen van die eerste helft met een tekst, misschien een tekst naar jouw keuze. Je hebt in deze periode heb je, dat is een periode van misschien wel een bloeitijd van de Nederlandse poëzie. Een soort van klassieke poëzie. Nou ja, een van de gedichten die al in de puberteit enorme indruk op me heeft gemaakt, is Nijhoff. Ik even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Dat is pagina van 996. De moeder de vrouw. En wat mij altijd weer ontroert is dat Nijhoff begint, ze noemen dat wel parlando, hè, een soort spreektaal. Als je die eerste zinnen van het gedicht achter elkaar zet, dan krijg je een soort proza tekst over wat iemand heeft gedaan. Die naar een nieuwe brug gaat kijken natuurlijk, hè, bij Bommel. En dan opeens, dat is dan in dit sonnet, dat zijn de eerste 8 regels, het octaaf. En dan opeens komt die wending en dan denkt hij, oh, dat mijn moeder was. De moeder, de vrouw. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. 2 overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. 1 minuut of 10 dat ik daar lag in het gras, mijn thee gedronken. Mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd. Laat mij daar midden uit de oneindigheid een stem vernemen dat mijn oren klonken. Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. Zij was alleen aan dek. Zij stond bij het roer. En wat zij zong, hoorde ik dat psalmen waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij. Zijn hand zal u bewaren. Ja, zoals je zegt, is dit naast veel meer. Maar als we hier uit taalkundig oogpunt naar kijken, is dit ook een teken van
Dus in het begin van die 20e eeuw raakt dat algemeen beschaafd Nederlands, de standaardtaal raakt heel erg wijdverbreid. En zoals je zegt, dit is een gedicht dat in een parlando-stijl geschreven is. Dat betekent, terwijl dat gebeurt, verliest in zekere zin die standaardtaal ook zijn hele hoge dimensies. Dus je vindt, je hebt ook nog wel Roland Holst opgenomen, hoewel dat ook nog iets minder, niet het meest geëxalteerde gedicht is van Roland Holst, maar dat bestaat ook nog wel. Of Leopold. Ja. Wat betrekkelijk archaïsch is, maar gaandeweg zie je dat de poëzie gebruik gaat maken van parlando, van dingen die niet spreektaal zijn, maar wel in de buurt liggen van spreektaal. En dat is wel, dus dat is een interessante en waarschijnlijk aan het begin van deze ontwikkeling niet te voorziene bijeffect geweest. Dat democratisering van standaardtaal ook betekent dat het die standaardtaal gewoner wordt. Ja, en in het zuiden natuurlijk helemaal met Van Ostaaien, die woorden gebruikt als fiets en zeppelin en woorden die taboe waren in de poëzie eigenlijk. Ja. Dat is een democratisering van de taal, van de dichtelijke taal, denk ik. Ja, ja. En waarmee hij Van Ostaaien dan vooruitloopt op het feit dat dat Nederlands pas echt duidelijk formele voet aan de grond krijgt. Of in ieder geval die wijde verbreiding die het in het noorden voor de oorlog krijgt, krijgt het in Vlaanderen in zekere zin pas na de Tweede Wereldoorlog. Ja. 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 Kun je daar iets over vertellen? Ja, het is een. Je kunt, als je teruggaat naar de 19e eeuw, dan kun je zeggen, in die korte periode dat je het Verenigd Koninkrijk had, een jaar of 15, hè? 1815 tot 1830, dan zijn er een paar generaties Vlamingen die in het Nederlands les krijgen. Dat heeft koning Willem I geëist, hè? Nederlands als nationale taal van zijn koninkrijk, met hier en daar een beetje Frans. En die generatie Vlamingen, die stimuleren die Vlaamse beweging, die in de 19e eeuw helemaal niet zo fanatiek is, maar die opkomt voor de eigen taal en voor de rechten van de Vlamingen. Hè? Dat ze in de rechtbank Nederlands mogen spreken, dat ze in het leger Nederlands mogen gebruiken enzovoort. Dus dat is een. Die komen daarvoor op. En dan in de 20e eeuw. Wordt dat wat fanatieker, ook na de Eerste Wereldoorlog. En dan eisen ze ook dat er op de universiteiten in Nederlands college wordt gegeven, dat je een Nederlands examen mag doen, dat de universiteiten Nederlands worden, hè, Gent. Heb je dus te maken met de schrijftaal die in het zuiden net zo gecultiveerd was in het noorden, ook in de 19e eeuw. Maar het gesproken Nederlands, er worden allerlei zuidelijke variëteiten gebruikt. En men heeft wat moeite om dat koude, neutrale Nederlands uit het noorden te gebruiken. En het grappige is, ik heb ergens een citaat in mijn boek van een Belgische taalkundige. Die heeft een boek uitgegeven met tienduizenden Belgicismen. Dus laat zeggen fouten die de Belgen maken als ze Nederlands spreken. En in de inleiding schrijft hij dan, 1930, dit moeten we als het ware afleren. Hè? Dus het Noord-Nederlands is de norm. En dan schrijft hij, we hebben ook nergens gelegenheid om goed Nederlands te horen. We kunnen alleen de krant lezen, maar het toneel, daar hoor je ook geen goed Nederlands. En op dat moment speelde radio blijkbaar nog geen rol in 1930. En we hebben die kans niet. Dus je hebt de indruk dat het gesproken Nederlands tot de Tweede Wereldoorlog in het zuiden, dat men moeite heeft om een norm te vinden, om het te horen en om het te gebruiken. En het zou ook, denk ik, onnatuurlijk geweest zijn om opeens als Vlamingen onder elkaar een soort Nederlands te gebruiken dat je niet eens hoort. En daar heb je ook nog de staatsgrens. Er worden boten gesmokkeld over de grens in het zuiden. Ze reisden niet. Dus
het bestond gewoon niet, denk ik. En ook het toneel, daar heb ik ook wel aandacht aan besteed, het toneel in België. Daar doen ze wel pogingen om, zeg maar, neutraal, gecultiveerd Nederlands te gebruiken. Maar in de provincie schakelen ze toch weer over op hun lokale taal. En dan krijg je na de Tweede Wereldoorlog echt een beweging om de taal in het zuiden, het gesproken Nederlands, te cultiveren. Hè? Op middelbare scholen, taaltuiniers. En dat zijn dan, dat is een generatie die dat echt probeert door te zetten. En Goossens, een van onze collega's, die schrijft dan rond, ik dacht 1970, dat ze succes hebben gehad. En dat het bovenregionaal Nederlands nu algemeen verbreid is in het zuiden. Wat volgens mij helemaal niet klopt, maar hij zegt dat dan. Nee. Nee, en wat in ieder geval zouden we kunnen zeggen, in tegenspraak is met de ontwikkelingen die we later zien, dus meer in de tweede helft van de periode na de Tweede Wereldoorlog, dus vanaf, ik denk, in mijn ogen zo'n beetje de laatste 40 jaar, dus vanaf 1980 ongeveer, waarin we in ieder geval nu uit zijn gekomen op een punt waarop vrij algemeen aanvaard is dat er eigenlijk twee soorten Nederlands zijn. Dus dat er het Nederlands een pluricentrische taal is. Misschien is er ook een plaats voor het Nederlands in Suriname. Maar in ieder geval is er een Nederlands-Nederlands en een Belgisch-Nederlands. En die lijken heel erg op elkaar, maar zijn niet helemaal precies hetzelfde. Ja, ik ben altijd heel erg voorzichtig in het, ten eerste omdat ik uit het noorden kom, om daar überhaupt een oordeel over uit te spreken, dat zal ik zeker niet doen. Maar ook om te beschrijven, ik kom natuurlijk wel veel in België, maar als je vakgenoten spreekt, dan zijn de ideeën erover behoorlijk gedifferentieerd. Ik heb wel mensen gesproken die zeiden, ja, ik spreek net zoals jij en wat wil je nou? En die kwam dan, dacht ik, uit Limburg, Belgisch Limburg. Maar hoe dan ook, je kunt zeggen dat de jonge generatie nooit of te nimmer in niet-formele situaties ons Nederlands zal gebruiken, nooit. Die spreken dan de zogenaamde tussentaal, die varieert van dorp tot dorp en van plaats tot plaats. Maar als ik in Antwerpen een biertje drink, dan is er geen sprake van dat mensen aan de bar mij in Nederlands spreken. Maar ook geen Vlaams dialect, hè? Want mensen die van dialect houden, vinden die tussentaal afschuwelijk als ze een waardeoordeel uitspreken. Maar je hebt natuurlijk ook de taal van de VRT, van de Vlaamse Radio en Televisie. En dan kun je zeggen, ja, dat is een Nederlands, dan hoor je wel dat het België is, maar dat is absoluut niet de tussentaal. En als ik denk aan het Duitse taalgebied, dan weet ik onmiddellijk, dit zijn de nieuwsberichten uit Berlijn, dit komt uit Wenen en dit komt uit Zürich, zonder twijfel. En voor het Engels geldt het helemaal. Dan weet je, dit is Londen, dit is Melbourne, hè, dit is India, dit is Amerika. Dus dan moet je vaststellen dat dat voor het Nederlands ook geldt als je het hebt over de bovenregionale taal. Alleen, als verschil zie ik dat je die in België blijkbaar wel gebruikt, vooral bij de publieke omroep. Bij de andere omroep is dat minder. Maar in de dagelijkse omgang niet. En op de scholen enzovoort heb ik informatie en statistieken gezien dat er ook nogal wat dialectische variëteiten worden gebruikt. Dus dat ligt anders dan bij ons in het noorden. Hè? Dus je kunt zeggen, er is een algemeen Nederlands. Dat bestaat uit een Nederlandse Nederlands, zoals wij dat nu spreken. Een Belgisch Nederlands, zoals je dat bijvoorbeeld bij de VRT hoort. Surinaams Nederlands, met bepaalde kenmerken. En dan heb je in informele situaties het gebruik van tussentaal in België, dat wij zo niet kennen, tenminste heel beperkt. Ja, of niet zo benoemen, dat zou ook kunnen. Hè? Dus, ja, en dan heb je nog dialect in West-Vlaanderen. Ja. Dus dat maakt de situatie heel anders dan bij ons. En je moet ook een beetje uitkijken, denk ik, als je publicaties leest, wat er normatief is en wat men graag wil en wat men observeert. En daar zie ik wat ze verschil. Hè? Dat degene die toch zeggen, ja, we hebben onze vorm van standaard Nederlands,
dat dat misschien ook wel een beetje de wens is die ze hebben. Ja. Ja, ik vind het ook wel interessant dat jij zegt, ja, ik als Noorderling bemoei me daar verder niet mee. Nee. Je ook zou kunnen zeggen, ja, het is toch ook onze taal, dus waarom zouden wij ons daar niet mee bemoeien? Dus dat is, ik bedoel, het is op zichzelf eigenlijk ook weer een uiting van dat, volgens mij, van dat soort van ideologische verschil. Zoals ook dat... Ik voel me meer een verslaggever. Dus ik probeer zo juist mogelijk verslag te doen van de situatie in het zuiden. Dat doe ik ook voor de situatie in het noorden. Zonder waarde. Je hebt daar niet naar gevraagd. Maar ik had best kunnen zeggen dat ik het doodzonde vind dat er zoveel dialecten aan het verdwijnen zijn. Of dat het bis schijnt te verwateren wat je leest. Maar dat soort waardeoordelen vermijd ik. Ja. In ieder geval voor nu. Voor nu. Maar zeggen. En over waardeoordelen gesproken. Dus dat is misschien het laatste onderwerp in deze lange geschiedenis dat we zouden kunnen bespreken. En dat is dus een van de ontwikkelingen die je voor het noorden dan vervolgens bespreekt over deze periode, is de mogelijke invloed van migratie. En heb je daar eerder in dit gesprek al wel even iets over gezegd, maar dat je denkt dat die invloed misschien beperkt is? Nou ja, als je let op de grote aantal immigranten. Het gaat dus niet om migratie, maar immigratie in dit geval. Kun je denken aan de zogenoemde spijtoptanten en de mensen uit Indonesië gerepatrieerd, wat een verkeerde uitdrukking is, want er waren een heleboel nog nooit in Nederland geweest, die natuurlijk hun vormen van Nederlands spreken en spraken. Ik heb wel gezien, coupeers, dat is natuurlijk wat vroeger, maar coupeers geciteerd om die taal te karakteriseren. Als je let op de grote aantallen mensen die hier wonen, de voorouders komen, zijn afkomstig uit Turkije, uit Marokko. Dat gaat echt om hele grote aantallen. En als je dan kijkt wat er overblijft van deze inbreng in het Nederlands dat wij nu spreken, dan is dat buitengewoon gering. Als je let op lexicon, de woorden, Van der Zeist heeft er ook onderzoek naar gedaan, dat is heel minimaal. Ja. En je merkt het dan wel in de straattaal, hè? Daar heeft René Appel ook al over geschreven bijvoorbeeld, en Hinskens, maar dat is natuurlijk prachtig om te lezen en fascinerend als een taalkundige dat kan analyseren waar die elementen allemaal vandaan komen. Maar dat zijn allemaal tijdelijke fenomenen. Die straattaal verandert continu, is per stad, per wijk verschillend. En ik kan de invloed van die vormen die die jeugd gebruikt, die kan ik niet terugvinden in ons standaard Nederlands. En er wordt ook wel gezegd door mensen die dat bestuderen, dat deze jongeren heel vaak goed in staat zijn om zonder accent en zonder vreemde invloed Nederlands te spreken, maar dat het een modeverschijnsel is en dat ze die taal een aantal jaren gebruiken en dan als ze een goede baan hebben, opeens een heel ander soort Nederlands hanteren. Ja, dus je hebt in je boek heb je ook het beroemde gedicht Me Have a Drone van Ramzi Nasser opgenomen. Ik zag nu uit 2009. En hij presenteert dat in zekere zin als een soort voorspelling, want de ondertitel van dat gedicht is Rotterdam 2059. 59. Dus 50 jaar later. Maar jij denkt dat dat eigenlijk een verkeerde voorspelling is, dat dat niet geen bewaarheid wordt. Wat hij zelf ook al zegt, ik durf het eigenlijk niet voor te lezen, omdat hij het zelf zo goed kan, dat als ik het doe, dan klinkt het wel heel vreemd. Me have a droom. Rotterdam 2059. Voila, poetry poet, let me takke you één ding. De trobby hier is dit. Ben van mijn eigen nou zo 66 jarie en skerieus, ben geen racist, aber alle jostie op een stokkie, up to date, wat's deze shit? Maar hij zegt zelf dat, en het klopt ook, een mengelmoesje is van talen en een straattaal die op dat moment in 2009 helemaal niet bestond. En
Er zit, nou ja, van Arabische elementen, Engelse elementen, van alles en nog wat heeft hij gemengd. En in feite, nou ja, kijkt hij terug naar 2009 in Rotterdam, dat toen allemaal zo mooi was en goed. En dat de jeugd van tegenwoordig, dus in 2059, niet deugt. Dus fascinerend. Jan Konst heeft daar een hele mooie analyse over geschreven. Die moet je een keer lezen als je hem niet kent. Maar dan zou dus het Nederlands zo snel moeten veranderen tussen 2009 en 2059. Nou, daar geloof ik helemaal geen snars van. Want het is zelfs zo, volgens mij, dat het Polder-Nederlands, ondanks de voorspelling van Jan Stroop, zich niet heeft gehandhaafd. Blijf by my. Ik denk niet dat dat overhand heeft gekregen in Nederland. En ook al voorspelde hij dat aan het eind van de vorige eeuw. En al in de tweespraak wordt gewaarschuwd tegen deze vreselijke uitspraak. Het is vreselijk om zo de ei als ei uit te spreken. Wordt er al in de 16e eeuw gezegd. Maar ik denk dan toch dat de media leidend zijn. En dat onbewust de meerderheid van de bevolking rekening houdt met het Nederlands van bijvoorbeeld nieuwslezers op de televisie of sociale media of de radio. Hè? En dat Nederlands zoveel gezag heeft dat dat leidend is. En niet wat Ramzi Nasser opschrijft. Ik wilde tot slot, je hebt ook nog een slothoofdstuk waar je probeert een soort vooruit te kijken. En dan met name de allerlaatste paragraaf heet, geloof ik, perspectieven van het Nederlands. Ja. Als Ramzi Nasser geen gelijk heeft en 2059 is inmiddels alweer een aantal jaar dichterbij. Dus dat is misschien een te korte periode, maar laten we zeggen aan het eind van van deze eeuw, van deze 21ste eeuw. Zou je iets durven voorspellen over de staat van het Nederlands dan? Ja, er zijn voorspellingen. Ik hou nooit van die sombere dingen van die waarschijnlijk wel kloppen, dat de zeespiegel stijgt en dat soort dingen. Maar dat wil ik niet iedere dag lezen. Maar er zijn dus ook voorspellingen dat van de, wat hebben we, 7000 talen in de wereld, dat er maar een klein percentage van overblijft tegen het eind van deze eeuw. En dan kun je afvragen of het Nederlands daarbij hoort. Het gaat dan om een paar honderd talen die dan nog over zijn. En dan zijn er allerlei factoren die je kunt bekijken, die maken dat een taal vitaal is, levenskrachtig. En die heb ik bij elkaar gezocht. En dat zijn 9 factoren. Belangrijke factor is of die taal wordt doorgegeven aan de volgende generatie. En daar heeft de Taalunie en de Universiteit van Gent, geloof ik, heeft er onderzoek naar gedaan. Een paar jaar geleden een eerste meting en daarna een volgende meting. En nu recent weer een meting. En bij die 9 factoren, dan is bijvoorbeeld het doorgeven van die taal, dat scoort heel hoog. Dus dat betekent dat de volgende, de jeugd heeft de toekomst, de jeugd heeft de taal. Dus de volgende generatie heeft die taal al, nu. En bovendien leven de mensen ook nog langer. Dus wat dat betreft ben ik al heel optimistisch. En bij de andere factoren geldt nog in hoeverre dan Engels wordt gebruikt in je werk, bij het onderwijs. Dan hoe het Nederlands is gedocumenteerd. Nou, bijna het beste van alle talen ter wereld, misschien op het Engels na. Dan heb je een beetje merkwaardige concepten als of mensen trots zijn op hun taal en of zich verbonden voelen via de taal met hun land, hè, identiteit. Goed, daar is ook onderzoek naar verricht. Het scoort ook heel hoog. Dus als je die factoren bekijkt, dan is het Nederland buitengewoon levenskrachtig. En kun je zeggen, ja, dat het, dan kun je, mag je voorspellen dat het overleeft. Eerder komen we allemaal onder water te staan dan dat we geen Nederlands meer
zullen spreken. Dat is de samenvatting van deze lange tocht, heel interessante tocht door deze geschiedenis. We hebben natuurlijk 100.000 onderwerpen die je wel allemaal bespreekt, nu niet kunnen bespreken. Het zijn hoeveel pagina's? Ruim bijna 1300 pagina's tellen de twee delen bij elkaar. Enorm boeiend. Dank je wel daarvoor. Dank je wel voor dit gesprek. Het is, ik zal even zeggen hoe het heet. Dus het heet De Grote Geschiedenis van de Nederlandse Taal. Het is verschenen bij Amsterdam University Press. Ik heb het op papier gekregen. Je zult het ook vast elektronisch kunnen kopen. E-book, ja. Ons e-book. Nogmaals, dankjewel, Jelle. En dank je voor het interview.